Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Ik sta nu bij de supermarkt en ik ga boodschappen doen voor het weekend. Morgen krijgen we bezoek van heel veel mensen. Dus ja, daar ga ik later wel over uitleggen. Maar nu eerst boodschappen doen. Jordi, die hebben we inmiddels opgehaald. Ik ben ook al aan het koken. Ik maak Indisch eten. Morgen komen vrienden en... Ik heb het gewoon heel erg druk. Ik moet dadelijk ook nog naar een verjaardag toe. Dus ik heb even short opgenomen met de mededeling dat die niet om 5 uur online gaat komen. Ik heb hier sambal goreng telor. Ik heb hier babi ketchup. Ik heb hier smoor jawa. En ik heb mijn kipsauté al in de marinade zitten. Dus ik heb al heel veel gedaan. Ik moet nog heel veel doen. Dus ja, eventjes... Ja, ik heb natuurlijk ook nog kinderen die ik tussendoor doe. Dus ja, maar ja, komt goed. Maar ja, dan snap je in ieder geval waarom de video van afgelopen vrijdag later is geweest. Een hele goede morgen. We hebben hier twee leden van de Mappix Bende. Jee. We hebben een drukke dag vandaag. Ja, we krijgen bezoekjes. Strakjes. Hé, die staat erop hoor, Niels. Huh? Ja. Ga je nou met de deken zitten wapperen? Jezus Christus zeg! Oh, die stinkt. Ik snap wel dat de kinderen naar deze kant vluchten. Waarom zit er een voet in mijn gezicht? In ieder geval, ik ga zo mijn eigen aankleden en dan ga ik even naar de ACTON, want ik heb een tafelkleed nodig. Dus die ga ik even halen. Oh, echt waar. En we moeten ook nog blikjes frisdrank halen. Dus dat moeten we ook doen. En dan hebben we alles. Yay! Papa stinkt, hè? Er zit niemand achter de camera, jongen. Jordi is ook wakker, zo te horen. Nou, ik ga mij gaan aankleden en eventjes op pad. Ik heb niet zoveel gefilmd, want we hadden een feestje hier. Ja, wat moet ik er eigenlijk van zeggen? Ze zijn net allemaal weg. We hebben allemaal lekker gegeten en gedaan. En ze hebben boven versierd. Ik zal het even laten zien. Ze hebben mijn bed versierd. En ze hebben Sam's bed versierd. En ze hebben de vloer versierd. We hebben Jordi's bed versierd. En hier op Liam's kamer hebben ze ook wel gedaan. Oh, niet in zijn bed. Ze hebben ook mijn wc versierd. Jee! Nou, dat dus. Nou, ik ga de kinderen naar hun nest brengen. En hier even opruimen. En dan is het alweer tijd. Oh, hier hangt ook. En dan is het alweer tijd om lekker bankzaken te doen en een keer naar bed te gaan. Yay! Voor je vriendinnen moet je het maar hebben. Yay! Nou, ik haal natuurlijk ook van alles uit bij die vriendinnen van mij. Dus ja, hè, ik kan het gewoon terugverwachten. Prima, mag. Ik vind het helemaal geweldig. Nou, de kindjes liggen op bed. En ik ben aan het uploaden ondertussen, want ik heb er gewoon geen tijd voor gehad. Om 12 uur stonden ze aan de deur. En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar chaos geweest.
En ook daarvoor al, maar ja, vanaf daarna is het echt gewoon, het is gewoon heel druk. We zijn met 3 gezinnen dan onder 1 dak en dat gaat gewoon allemaal prima samen, daar gaat het niet om. Maar het is gewoon druk, het is veel, et cetera. Dus vandaar, ik heb vandaag verder niet gevlogd, want ja, dit is gewoon een, ja, iets waar je niet bij vlogt. Gewoon gezellig, niet de behoefte om te vloggen. Gewoon vrienden onder elkaar, et cetera. Dus dat. We gaan hier zo dadelijk opruimen, poetsen. Of ja, poetsen. Zorgen dat alles weer netjes is. Want de vloer moet even gedaan worden, et cetera. Dus ja, dat. En ik heb ook nog cadeautjes gekregen. Maar die ga ik later even laten zien. Ik ben dus in november jarig geweest. En toen zouden we eigenlijk al afspreken en dat ze op bezoek zouden komen. Maar dat hebben we verschoven naar vandaag. Dat we vandaag mijn verjaardag gingen vieren. En ik heb dus ook cadeautjes gehad. Ik zal even laten zien wat ik heb gekregen. Ik heb gekregen een spiegel met LED. Ik heb gekregen een massageroller. Ik heb gekregen een face brush. Dit is een aardbeidje en dan kun je je gezicht mee schoonmaken en lekker mee borstelen. Is heel zacht trouwens. Wat heb ik nog meer gehad? Oh, ik heb deze gehad. Toevallig was ik hier laatst aan het kijken dat ik dit wou hebben. Dit is zo'n ding om je haar zeg maar in te doen na het douchen. Zodat je haar zeg maar kan drogen. Nou, daar was ik dus naar op zoek. Want ik heb een hekel aan nat haar. En als ik 's avonds in de douche ben geweest, dan ja, ga je niet staan feunen omdat de kinderen slapen. Ik heb verschillende gezichtsmaskers gekregen. Waaronder deze. En deze. En ik heb een stroopwafel gezichtmasker gekregen. En deze. En deze. En ik heb handlotion en handscrub en een vel gekregen. Oh, ik heb echt zoveel gekregen. Dat is echt niet grappig. Ik heb een elektrische gezichtsmassage ding gekregen. Ik heb tompoes shampoo gekregen. En ja, dit is dus het veldje. En ik heb tompoes haarmasker gekregen. Ik heb een oogcreme gekregen. En een vriendin van mij bedrukt spullen. En hierop staat: mama, jij bent fantastisch. XXX, jouw Bambix bende. Die heeft ze Liam laten geven. Ik vind het helemaal geweldig. Ik ben er echt zo blij mee. Dus ja, dat is wat ik heb gekregen. Dus ik ben vandaag echt verwend. En deze cadeautjes hebben eigenlijk ook de notitie van Mandy, ga lekker aan jezelf werken. En ga lekker met jezelf bezig zijn, waardoor je wat rust krijgt. Dus dat is de bedoeling. Dus dan moet ik er maar een keer naar luisteren. Oh, en ik ga nou verder opruimen, want ja, dus de volgende swipe is weer de volgende dag. Een hele goede middag. Ik denk bij je eigen Mandy. Hoe sta je in de kamer van Jordi? Even korte uitleg. Gisteravond hebben we alles opgeruimd, gedaan. Toen ben ik, zijn we naar bed gegaan. Vanochtend zijn we opgestaan, heel relaxed. Toen ben ik met de was begonnen. Ik heb al 5 wassen opgeruimd en gedaan. Toen heb ik alle bedden verschoond, dus dat heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik even met de kast van Jordi bezig. Want in deze kast had ik dus alle spoelspullen voor Jordi staan. Maar ik heb ze nu hier neergezet. Ik wil ook nog dit helemaal even doen. En nou, dus dat. Dus ik ben even gewoon in zijn kast aan het duiken. Dat alles weer netjes ligt en opgeruimd is, et cetera. Omdat ik af en toe gewoon niet vooruit kom met het spul wat ik heb voor hem. En dan komt dat weer allemaal door elkaar. En
ik kan het niet op de tas pakken dan. Dus ja, dat. Dus ja, zodoende. Nou, ik geef verder. En dan gaan we zien wat het schip allemaal strandt en doet. Sam ligt te slapen, dus ik heb hier ook de deur dicht. Ik heb hier ook de deur dicht, zodat ik gewoon mijn dingetjes kan doen. En dat het gewoon, ja, klaar is. Ondertussen ben ik ook met de was nog bezig. Dus ja, nou, dat. Jordi heeft al de hele dag een beetje last van buikgriepklachten, toch Niels? Nee, ja. Ja. Ik was boven bezig, ik vond deze lamp. Dus die hebben we eventjes in die lamp gedaan en kijken hoe en wat. Jordi vindt het helemaal geweldig. Dus ja, hè? Als Jordi naar bed is, krijgt hij gewoon natuurlijk deze. Maar goed, hè? Dat is wat we hebben gedaan. Dus Jordi die kan lekker snoezelen nu. Is helemaal blij dat er lichtjes zijn. Dus ja, hè? De zondag vibe. Dit heb ik allemaal naar beneden gehaald. Dat ga ik allemaal eventjes opruimen. En dan ga ik dadelijk aan het eten beginnen. We eten shepherd's pie. Deze keer heb ik jullie niet meegenomen in het maken van dit. Maar dit was echt een uitprobeersel. Wat ik laatst ook al heb gefilmd. Maar Jordi is ook ziek. Dus ik ben tussendoor heen en weer van alles aan het doen. Dus vandaag. Maar tot nu toe denk ik wel dat het lekker is. Zo dadelijk gaan we eten. Het is nu aan het bakkeren in de oven. En dan gaan we kijken hoe en wat. Dus dat. Ja, en verder. Het is weer één grote pleurisbende, want Liam is weer bezig. En ik ben de was nog steeds aan het doen. Ja, dus dat. Papa, zet je telefoon even weg, want Jordi is wakker. Dit is wat Jordi ook doet als hij zoiets heeft. Hij is niet lekker, maar hij kan wel snoezelen. Dus dit vindt hij lekker. En hij heeft buikpijn, zo te zien. Dit is de shepherd's pie die ik heb gemaakt. Niels, waar zijn de kinderen? Op bed. Hoe hebben we Jordi? Ja, eigenlijk ook goed. Ja, hij was straks, heeft hij echt veel gespuugd eigenlijk wel, hè? Mm-hmm. Maar dat kwam door het hoesten of iets, zei je? Ja. Kijk, ik ben net bezig geweest. En ik heb het dus niet elke keer meegemaakt of gezien. Het slapen heeft hem wel goed gedaan. Ja. Ja, zeker. Dus, en hij heeft een. Hij heeft niet de shepherd's pie gegeten die ik had gemaakt. Maar hij heeft een potje gegeten. En vaak als Jordi ziek is, dan vindt hij een potje vaak beter. Mm-hmm. Op de een of andere manier. Voor hem is dat voor zijn buik beter. Dus ja, is er tot nu toe ingebleven. Hij heeft goed gedronken. Daarna nog. Dus. Mm-hmm. Ja, we zien het morgen wel. Ik leg dadelijk alles klaar en we zien het wel. Ja. En we hebben toch mee met zijn broers, ja, zijn broertje geweest. Sowieso, dus. Maar ik maak sowieso brood en ik doe alles klaarzetten voor de zekerheid. Dus, mm-hmm. Ja. En vond je het een leuk weekend? Ja. Ik heb niet veel gefilmd dit weekend. Maar we hadden ook gewoon even quality time met vrienden nodig, toch? Mm-hmm. En quality time met Joef. Ja, met jou, ja. Joef. Joefie de boefie. Nee, we gaan niet tongen. Ik weet niet waar je tong net is geweest. Joef. Ik ga alleen. Nee.
Oh, baasje, ik ben zo verliefd op jou. Maar goed, ja. Stallekont. Ja, dat is ze zeker. Schoothond, stallekont, alles. Mm-hmm. Vooral nu ze loops is, is dat heel erg. Dus maar goed, wij gaan deze upsilon afsluiten, ook namens Joefke. Hey Joef. Oh, begint het weer. Bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.